Dames en heren, onze nieuwe club is bekend. Oh, wacht even. Ja, zo is hij beter. We blijven dit seizoen gewoon nog een seizoen bij Ajax. Ik heb een telefoontje van Ajax gehad. En we hebben even gekeken naar de omstandigheden. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben ons financieel geblest. Waarom? We hebben vorig seizoen niet de 3 prijzen weten te behalen die we zeker wilden behalen. Dus we blijven gewoon nog 1 seizoen bij Ajax om dat voor elkaar te krijgen. En vervolgens zullen we de overstap maken naar Manchester United. Ik had een poll opgesteld. Bijna hetzelfde percentage die zei dat ik naar Manchester United moest gaan, zei ook dat ik bij Ajax moet blijven. Dus weet je wat? Waarom doen we gewoon niet allebei? Het is mogelijk. Let's go! Voor dit seizoen hebben we 3 kritieke prioriteiten en 2 hoge prioriteiten. De kritieke prioriteiten zijn dat we op korte termijn 3 spelers moeten contracteren, waarbij het potentieel hoger is dan de spelers die we momenteel in de selectie hebben. Dat moet lukken, we zijn altijd bezig met jeugdspelers, dus dat gaat helemaal goed komen. Deze zijn wel lastig, haal 7 wedstrijden zonder tegendoelpunt in een thuiswedstrijd. Lastig. En contracteer 1 cruciale eerste teamspeler voor een positie als middenvelder. In principe is het middenveldpositie van ons al goed. Maar ik denk dat als zij het vragen dat het nodig is. En dat we dus daar zeker naar gaan kijken. Haal de halve finale van de UEFA Cup. Lastig. Win de Eredivisie. Het is al 2 keer gelukt. Dit moet zeker weer gaan lukken. Oranje Beker moeten we winnen. Dat was niet gelukt. Maar we hebben natuurlijk gigantisch veel geld gekregen. Waardoor we dit zeker moeten gaan halen. Als we natuurlijk goede aankopen gaan doen. En het laatste, nou hier ga ik niet eens naar kijken. Dit gaat mij zeker niet lukken. Want we zijn al 2 seizoenen bezig. We zitten pas op 41%. Maar we gaan even kijken naar de transfers. Want we moeten natuurlijk heel veel goede spelers gaan halen. Om dit seizoen 3 prijzen te gaan winnen. Het eerste wat we doen is Brian Brobbey direct terughalen. Net als Ajax in het echt hebben we echt een fout gemaakt. En wat doen we dan? We kopen hem natuurlijk terug voor meer geld. Het is wat het is. Deze speler gaat ons zeker heel veel goals bezorgen. En dat gaan we nodig hebben. Het volgende wat we doen is zorgen voor een stand-in voor Brian Brobbey. Niemand anders dan Akpom gaat dat doen. Is een hele goede spits. Dus deze 2 spelers moeten de concurrentiestrijd met elkaar aangaan. En we zullen zien wie het gaat winnen. Tahirovic is onderdeel van de Ajax-selectie. Het is dan ook meer dan logisch dat wij deze jongen bij onze selectie gaan voegen. Een middenvelder, ik denk rotatiespeler. We zullen zien of hij veel aan spelen toe gaat komen. Wie wij ook terughalen voor dit seizoen is niemand minder dan Hato. Jullie hebben het vorig seizoen gezien. Op de centrale verdedigingspositie hebben wij steeds moeite gehad. En hij is een speler die daar gewoon uit de voeten kan. Dus we gaan hem echt nodig hebben. Met alle respect, maar die rechtsback die Ajax heeft gehaald, die Anton Gaye, ik weet niet hoe je zijn naam uitspreekt, maar die is zo slecht. Die is nog slechter dan Rentje, die ga ik echt niet halen. Het spijt me echt. Daarnaast wilde ik eigenlijk Dedic halen. Iemand in de reacties zei dat we hem moesten halen. Alleen jammer genoeg moet je zien wat er gebeurt als we op kopen klikken. Ze hebben niet genoeg spelers in de diepte, dus ik kan hem jammer genoeg niet halen. Dus we moeten kijken naar een vervanger voor Rensch. Om een vaste waarde te worden in het Nederlands elftal heeft Teun Koopmeiners voor gekozen om ons te gaan versterken bij Ajax. Een cruciale speler die bij de doelstelling hoort van de club. Dus we gaan heel veel successen met hem beleven. Echte speler die we nodig hebben. We hebben een speler met een Ajax-hart weer teruggehaald. Op de rechtsbackpositie en vervangen voor Rensch. Het is niemand minder dan Zeefuik. Dit is de vervanger die we halen voor Rensch. Geen andere keus. Hij was transfervrij, dus hij was makkelijk binnen te halen. En ik denk dat de club hier blij mee is, want het is een A. Oké, een prachtig toernooitje in Frankrijk staat op het schema. We gaan deze spelen kiezen bewust voor om hier aan mee te doen. Omdat we moeten zien wat voor vlees we in de Kuip hebben. En als je kijkt naar de tegenstanders, zie je geweldige clubs. Paris Saint-Germain, Manchester United, Borussia Dortmund. En niet te vergeten de andere ploegen die er zijn, zoals AS Roma. Waar wij nu tegen gaan spelen. Oké, dit zijn de 11 en de wissel met wie we het gaan doen. De enige positie waar ik over twijfel is Gravenberg op de 10 positie. Ik heb natuurlijk ook nog, even kijken waar die staat, Romero op de reservebank. Maar we moeten gewoon zien hoe Gravenberg het op 10 doet. Hij dribbelt een beetje raar, een beetje sloom. Ik voel het niet zo lekker aan. Maar goed, we zullen het zien. Oké, eerste actie van Kudus is niet goed. Maar we hebben hem gelukkig alweer. En we gaan rustig opbouwen. Gravenberg loopt vrij. Krijgt hem hier dus ook. Zeefuik loopt mee naar de achterlijn. Op de 16 is Kudus weer vrij. Neemt hem mee naar binnen. Nog een keer en verre hoek schiet. Hé, dat druppeltje die was heel raar. Dat deed ik niet. Oké, Zeefuik, kom maar. Op snelheid. In de 16, heel gevaarlijk. Dit is buitenspel, scheids. Dit is buitenspel. Goed gestapt door de verdediging. Wijndal, laat je er niet uitlopen. Dat gaat wel heel makkelijk. Oh, Medic, Medic, hallo. Kom maar, Medic, kom maar. Wie stapt uit?
Dit is wel heel gevaarlijk hoor, want hier komen wij niet aan de bal. En wat is dit allemaal? Heerlijk, Appia. Kom maar, Kudus. Dribbelen. Robby, ik wil dat je loopt. Had eerder moeten starten, Robby. Maar we hebben hem nog, we hebben hem nog. We zien dat meerdere spelers eruit lopen. Inspelen, Gravenberg schieten. Robby heeft hem, je eerste kans, Robby. En hij mist hem. Zijn eerste kans weer in het shirt van Ajax. En die mist. Okay. Robby had al een loopactie gemaakt. Dat was goed om te zien. En we komen heel dichtbij. We komen heel dichtbij. Wat is dit? Zonde, zonde. Nou, op zich ziet het er wel goed uit. We creëren niet heel veel kansen of bijna geen kans eigenlijk. Maar we zijn gelijkwaardig aan AS Roma. En dat is goed om te zien. Maak een kleine aanpassing. Ik doe Kudus op 10. Ik denk dat hij iets creatiever is dan Gravenberg. En op rechtsbuiten zetten we gewoon Kerk. Oh, oh, oh. Dit is een hele mooie paas door het midden. Een hele mooie paas. Goed uitgespeeld. En ze maken gelijk een goal. Ze krijgen een millimeter ruimte. En Dybala moet je dat niet geven. Oh, oh, oh. We worden vies gepasseerd. Allemaal leuk en aardig. En counteren. Eigenlijk moet ik Robby niet als eerst inspelen in een counter. En hier is hij weg. Hier is hij weg. Snelheid en sterk zijn. Ai, 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 ai. Dat is hem nog niet hoor. Die loopt diep, die loopt diep. Bergwijn naar binnen. Veel ruimte. Maar we komen steeds niet uit. Omdat zij gewoon goed in het midden blijven staan. In een 16. Kijk, en dit is Zeefuik. Die staat gewoon heel goed. En daar zou... Bij Rens was hij achter hem langs gegaan. Koop, koop, Mijners. Ai, 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 ai. Dit is een goede paas. Okay, even kijken of we nog wat een aantal spelers erin kunnen brengen. Hier komt dus ook het debuut gelijk voor Akpom. Tahirovic krijgt zijn minuten. Martens, het 16-jarige talent, krijgt zijn minuten. Ja, hier is hij dan, Martens. Komt helemaal goed met hem. En hij loopt hier goed weg. Krijgt gelijk zijn eerste kans. Verre hoek. En keeper pakt hem. 16 nog, mogelijkheden, schieten, korte hoek. We moeten hier iets beter mee omgaan. Maar ja, het is wel goed om te zien dat we die kansen krijgen. Oh, 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 Hato wordt uitgespeeld. Was dit geen buitenspel? Nee, was net op het randje. We drijven hem goed naar buiten. Maar we moeten ook onderscheppen, ja. Door. Zonde, zonde, zonde. We waren gelijkwaardig. Ze hebben niet terecht gewonnen. Had beide kanten op kunnen gaan. Maar het is goed om te zien dat we in de eerste wedstrijd gewoon stand kunnen bieden tegen AS Roma. Dit is wel iets om over na te denken hoor, of wij zijn bal gaan wegdoen. Wijndal die doet het nu op zich wel goed. Ik denk toch niet dat ik dit ga doen. Ik laat hem nog eventjes staan. De volgende wedstrijd die we gaan spelen is weer tegen een gigantische topper, tegen Borussia Dortmund. Dit keer beginnen we met Akpom in de spits. Die kreeg gelijk een kans in de vorige wedstrijd. Berghuis op 10, rechtskerk, Martens op het middenveld. En hebben we in de verdediging hebben we ook nog Hato erbij gezet. En hier hebben we een oud bekende, Donjan Malen. Waar we gelijk de bal van veroveren. En dan kunnen we gelijk naar voren. Ik zie Akpom maakt de loopactie. Dus krijgt hem diep. Bal is aan de goede kant. Afmaken. Oh, 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 oh. Hij krijgt wel gigantische kans hoor. Maar ja, ik moet deze gewoon inschieten. Dit kan niet. Dit is zijn debuut bij zijn nieuwe club. Oh, 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 Hato. Maar heerlijk hersteld. Dat is altijd een speciaal moment. Nou, ik ben blij voor ze dat ze eindelijk... Ja, het midden lopen. En dan kunnen wij naar binnen kruisen, want we zijn veel sneller. We zijn veel sneller. Akpom, binnenkant voet. Ai, en die wordt goed geblokt. Maar we krijgen kansen. Nu moeten we de counter eruit halen en dit doen we goed. In het midden. Maak je actie. Goede actie. Per hoek schieten. Per hoek schieten. Golasso Bergwijn. Heerlijk gedaan. Mannetje passeren. Met je linkerbeen de verhoek inschieten. En die zit erin. Geweldig. Het eerste doelpunt van het nieuwe seizoen. En de aanvoerder doet het. Krijgt hem op de 16. Passeert zijn man. Meenemen. En met zijn linkerbeen in de verhoek geschoten. Dit doet hij heel goed. Ze spelen de bal geconcentreerd over en wachten. Geduldig. Rens weer uit zijn rug. Het is geen toeval meer dat die bal constant uit Rens' rug gaat. Dieper, daar moet je komen, jongen.
Kerk lopen. Inspelen en doorlopen. Dan krijg je hem. Berghuis ziet je wel hoor. Gaan we naar de achterlijn. We worden wel bijgehouden hoor. Maar daar zullen ze niet wakker van liggen. Oh, Rens. En alweer uit je rug. Borussia Dortmund. Dankbaar gebruik van de ruimte op de flank. Goed van de bal gezet. Kijk, verdedigend doet hij het wel goed, hè. Maar constant die ballen in zijn rug. Het is geen toeval. 5 minuten zijn al geweest, terwijl er maar 1 minuut bijgetrokken zou worden. Dit is dus gevaarlijk. Haal hem weg. Oké, het is rust. Doen toch een aantal wissels tegelijk. Akpom speelde heel goed. Ik ben heel tevreden. Maar Brobby moet natuurlijk ook zijn minuten krijgen. Op linksbuiten hebben we Bergwijn eruit gehaald. En Guts gaat spelen. Of Gods, hoe je het ook uitspreekt. Kerk hier gelijk op snelheid. En ook op de teampositie krijgt Romero minuten. Hij past deze speler perfect bij deze club. Oh, dan wordt hij goed gevoetbald. Oh, en die is op snelheid. We moeten oppassen dat die bal niet slijt. Glijden, heerlijk verdedigd. Wat? Ik wilde net zeggen, alsof het een penalty was. Geweldig verdedigd. Gelijk druk zetten, Rens. Oeh. 1-2, ja, geweldig uitgespeeld. Geweldig uitgespeeld. Ik twijfelde nog om door te stappen. Maar dit doen ze echt geweldig. Wie zit hier fout? Ja, Appia wordt te makkelijk uitgespeeld met de 1-2. Die 1-2'tjes van hun zijn geweldig. Het is te lastig om te verdedigen. Oef. Heerlijk verdedigd. Oké, je hebt hem in je rug. Kijk wat Brobby doet. En zijn steekpas is niet goed. Wat zonde. Hier in het midden, Koopmeiners. Kun jij Brobby inspelen? Ja, dat lukt. Schiet de Brobby. Afmaken, nog een keer. Dit is pech. Dit is echt pech. Maar we blijven druk houden. Bal gaat naar buiten. Wijndal is er langs. Naar binnen, meenemen. Ai. We spelen het niet goed uit, maar we hebben er alles aan gedaan in deze wedstrijd. Dit doet Rens wel. Oh. Dit is echt mijn eigen schuld. Gelukkig is het maar vriendschappelijk, is er niks aan de hand. Maar wat een slecht begin. Oké, Verbrugge hebben uitgeleend, zodat wij natuurlijk Ramai als tweede keeper hebben. Ziyech verkocht, hij zou naar Galatasaray gaan. In mijn carrière mode naar Liverpool. Helemaal prima, hij is ook weg. Small is ingetrokken, dus die blijft lekker bij het team. En Miranda is een jeugdspeler, die gaat zijn geluk ergens anders zoeken. De laatste wedstrijd voordat de competitie begint, moeten we echt afsluiten met een overwinning. We gaan het doen met Brobby in de spits, Koopmeiners op 10. Ik denk dat zijn passing beter is dan de rest van het team. Dus ik hoop dat hij Brobby kan wegsteken. Akpom zit dus nog op de bank, die gaat sowieso wel in de tweede helft spelen. We hebben Ramai op doel en de rest is eigenlijk op Tahiri na. Die begint op het middenveld. Is de rest gewoon hetzelfde gebleven. En we gaan zien of we deze wedstrijd wel kunnen winnen. Want natuurlijk moeten we 1 wedstrijd winnen voordat de competitie begint. Dat moet gewoon. Oké, Zeefuik gelijk vooruit. Op snelheid, die is supersnel, Zeefuik. Maar jammer genoeg is de rest van het team niet mee. Kunnen goed gedaan. Het leek helemaal nergens op. Bergwijn meedoen. Mee verdedigen. Dat doe je heel goed, jongen. Oh, we worden weggetikt, hoor. Er staat buitenspel, is geen buitenspel. En Ramai maakt gelijk zijn eerste redding. Geweldige pak, jongen. Zo, wat een reflex. Kourous, kijk naar Brobby. Hij komt er niet doorheen, maar Brobby heeft hem in het midden. Nee, Kourous heeft hem door het midden. Ja, hoor. Schiet. Het moment dat ik op schiet drukte, dacht ik al, dit kan niet. Dit gaat er niet in. En dat was een super slecht schot. Oké, Tahiro. Peach wil hem hier. Robbie. Goed meegeven per hoek. Schiet maar. Zit nog even niet mee. Corner is goed hoor. Koppen. Wat zei ik net, het zit niet mee, het zit wel mee. We krijgen gewoon een penalty. En dan gaan we het maar met de penalty doen. Maar we moeten hem nog erin schieten. Ik denk dat dit een klusje wordt voor Koopmeiners.
Ik weet niet waarom dit een penalty is, maar ik vind het helemaal best. De aanvoerder gaat het doen. Gewoon door het midden. Ja hoor, hij maakt hem. Hij maakt hem. Bergwijn schiet hem erin. Heerlijk. En dit is al zijn tweede doelpunt. In de voorbereiding. En hij laat zien hoe je het moet doen als aanvoerder. Je hoeft niet veel te praten, maar je kan ook je voeten laten spreken. En dat is wat hij doet. Oké, Wijndal. Kom maar Wijndal. Je bent er gewoon nog steeds hoor. Tuurlijk. Wie denk je wel niet dat je bent? Dit is Wijndal. Oké, het is tijd voor Akpom weer. Voor Kluivert, die komt nu op rechts buiten erin. Die hebben we ook nog. We zullen het zien. Ik zie een loopactie bij Koopmeiners, maar ik wil een loopactie bij Akpom zien. Geven heel veel ruimte aan Bergwijn. Berghuis schieten. Zonde hoor, maar goed geraakt. Heerlijk Wijndal. Ik kan er niks anders van maken. Koopmeiners inspelen. Hé, overtreding. Hallo scheids. Kijken of we snel kunnen nemen. Dat lukt niet. Ik wil hem eigenlijk hier inspelen in zijn voeten. Kunnen hem kaatsen op Wijndal. Dat lukt niet. Eigenlijk een hele slechte vrije trap genomen. Het is heel goed verdedigd. We hebben hem weer. Kom in. Akpom naar het doel. Onze spitsen scoren niet. Dit wordt echt een probleem hoor. Keeper. Oeh, Ramai keept heel goed hoor. Maar deze bal is heel slecht. Zie je een loopactie bij Akpom? Kan je passeren? Ja, dat lukt. Naar het doel. Pieter. Ik ben er even klaar mee. Ik ben hier even klaar mee. Dit moet gewoon zitten. Je bent de spits. En je scoort niet. Wijndal, deze is voor jou. 100%. 100% Wijndal. Ik neem mijn woorden alweer terug. En Ramai. Oh, 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 oh. Die wil een basisplaats. Die wil echt een basisplaats. Justin Kluivert. En we voetballen gewoon in de kleine ruimte eruit. Heerlijk gedaan. De overwinning hebben we binnen. En Ramai was echt man of the match. De grote man. Wie kent hem niet? The Wizard. Hakim Ziyech. Vertrekt naar Liverpool. Hij heeft Ajax verlaten. Hij heeft vorig seizoen laten zien waarvoor hij terug was gekomen. Dat was het kampioenschap. Dat was hem gelukt. En nu gaat hij zijn succes beproeven in Engeland. En dat gaat hem zeker lukken. Hij wordt een hele grote, ook in Engeland. Zoals je linksbovenin kan zien, is Ajax heel kritisch en ik zelf ook, want ik zit hier met gemengde gevoelens. Het was niet geweldig, het was niet zoals we het hadden verwacht, maar we hebben nog 144 miljoen om iemand aan te trekken die het verschil kan gaan maken. De competitie gaat beginnen, dit is het einde van de aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, klik op de abonneerknop en dan zie ik jullie snel bij de volgende wedstrijd. Peace!